Welkom in Corporatie, de plek waar iedereen gelijke kansen heeft en niemand afhankelijk is. De allerbeste plek voor dynamische ondernemers. Een gezonde economie produceert winnaars. Die zijn er in Corporatie natuurlijk ook genoeg. Een dynamische, flexibele economie is van levensbelang. Door deze mensen wordt iedere dag hard gewerkt aan de groei van die economie. Maar goed, laten we eens kijken waar het harde werk gebeurt. Al deze arbeiders zijn entrepreneurs in de dop. Met een beetje geluk werken ze zich op tot lopende bandmanager of inpakoverzichter. En wie weet wat daarna. In Corporatie heeft iedereen gelijke kansen. Dit is Naima. Naima werkt voor een euro per dag aan de allerbeste telefoons in de wereld. Laat de telefoon zien. Vroeger hadden ze nog zo'n streng arbeidscontract. Maar in plaats van zeker is Naima nu heerlijk lekker flexi. Het nieuwe sexy. Als zelfstandig ondernemer in een dynamische arbeidsmarkt is Naima zo vrij als een vogel. Ze is trots dat ze zelf haar gezin kan voeden. Zelfstandig ondernemerschap is natuurlijk niet gemakkelijk. Maar iedereen in Corporatie begrijpt dat de risico's er nou eenmaal bij horen. Wie flexi is, krijgt succes. Corporatie. Werkgevers praten graag over flexibiliteit. Maar de voordelen zijn vooral voor bedrijven. Voor werknemers betekent het onzekerheid. In lage lonenlanden en daar waar de vakbeweging niet kan functioneren, ontzeggen bedrijven werknemers hun rechten door werk uit te besteden. Regeringen gedogen dit omdat ze bedrijven graag behouden. Door succesvolle lobby bij overheden worden de rechten van arbeiders steeds verder uitgekleed. Zonder werkzekerheid krijg je geen hypotheek. Kun je vaak geen lid worden van een vakbond die voor je opkomt. Heb je geen pensioen, geen ziektekosten of arbeidsongeschiktheidsverzekering. En loop je dus constant risico. Op deze manier ben je elke dag bezig met overleven. En kan je geen menswaardig bestaan opbouwen. Dit is geen ver van mijn bedshow meer. Ook in ontwikkelde economieën hebben steeds meer mensen een onzekere baan en toekomst. Terwijl de winst van grote bedrijven blijft stijgen, gaat het aantal mensen op de loonlijst steeds verder omlaag. Toch zijn we niet machteloos. Zonder ons staat alles stil. Wereldwijd zet de vakbeweging zich in voor het versterken van jouw rechten, zodat je ook als precarious worker een toekomst op kan bouwen. Vakbonden zorgen ervoor dat je als werknemer met onzeker werk niet alleen staat. Meer weten? Ga naar www.precariouswork.org.